Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups and Down. Mandy, heb je bril op? Ja, het is 12 uur geweest. Inmiddels 12:30. Ik heb vanochtend echt zoveel gedaan. Ik heb de kinderen naar school gebracht. Daarna ben ik naar een afspraak geweest. En toen werd ik gebeld toen ik klaar was met die afspraak om mijn brillen op te halen. Dus dit is mijn gewone bril geworden. Dit lekker groot. Kijk ik slimmer. En ik heb ook een zonnebril. En dan zal je denken, hè, waarom merk? Dat was gewoon puur toeval, want ik vond de bril mooi. De gewone bril is van Tommy Hilfiger. Hilfiger. En de zonnebril is van Marc Jacobs. En dat is deze. Dus ja, ze zijn allebei op sterkte. Dus wat dat betreft, hè. Maar ik ben dus de hele ochtend bezig geweest. Ik heb ook morgen een verjaardag. Dus ik heb ook nog een cadeautje gehaald voor dat meisje. Want dat meisje houdt van knutselen. Dus daar heb ik dus ook. En nee, het is niet Jinte. Het is een ander kind van een vriendin van mij. Dus ook daar heb ik eventjes voor gewinkeld. Dus dat. Maar ja, ik heb dus mijn bril. Die moet ik nu even wel ophouden. Ik heb knallende koppijn. Dus ja, ik ga heel even eten en zorgen dat ik mijn dingetjes heb gedaan. En dan gaan we wel weer verder zien. Want ik moet over nou, 1,5 uur Jordi alweer halen. En daarna Liam en Sam. Nou, straks heb ik de kinderen opgehaald. En toen ben ik thuis gekomen, heb ik van alles nog gedaan. En na het eten viel Liam bijna in slaap. Dus toen zei ik, kom, we gaan douchen. Dus die hebben we de douche in gedaan. Die andere twee van de Bambix Band hebben we ook in de douche gegooid. En moeders is dus ook gedoucht. En nu gaat moeders er nageltjes doen. Niels is zo lief om, om ervoor te zorgen dat de keuken opgeruimd is. En ja, eventjes lekker mama tijd. Moet ook wel eens gebeuren, toch? Goedemorgen. Oh, Liam, kom eens kijken. Mama's nagels zijn anders. Hoi. Mooi. Hoi. Oh, vind je mooi? Dit zijn ze horen. Daar. Vind je mooi? Daar. Ja? Mooi, hè? Nou, dat is dus Liam zijn eerste reactie. En dan gaat hij straks nog een paar keer mijn hand pakken. En dan gaat hij zeggen, oh, mooi. Dus dat. Niels die is even werken. Ik moest vanmiddag naar een verjaardag. Ik heb een cadeautje al klaarstaan boven. Het is van een meisje. En die houdt van knutselen. Dus ik heb een knutselpakketje gemaakt. Dat. Ja, dat. ik ben gewoon nog moe. Ik ben nog half wakker. Dus ja, dat. Ik weet het niet. Jordi slaapt nog. Die laten we ook nog even slapen. Laten we lekker uitslapen. Want hij heeft dat nodig. Om gewoon rust te hebben. Dus dat laten we ook gewoon gebeuren. En verder gaan we het wel zien. Zo, het is nu bijna 8:15. Ik heb even niet gefilmd. Wat heb ik allemaal gedaan? Niels is uiteindelijk thuis gekomen en we hebben geluncht. Toen ben ik heel snel naar de winkel gegaan en naar een verjaardag geweest. Daarna ben ik thuis gekomen, heb ik eten gemaakt voor iedereen. En toen ben ik boven op een gegeven moment was gaan doen. Want ik had een berg was liggen. En ook nog een berg die ik aan het wassen ben. Toen gingen de kinderen naar bed. Niels had ze ondertussen getandenpoetst. Ik heb flessen gemaakt. Niels heeft ze omgekleed en naar bed gebracht. Ik ben ondertussen gaan opruimen. En toen de kinderen eenmaal op bed lagen, toen is Niels mij gaan helpen. Ja, jullie horen het goed. Niels helpt mij heel vaak met opruimen. Maar
alles is nu gestofzuigd, gedweld, etc. Niels zet alles dadelijk als droog is recht. Ik ga eventjes naar boven, nog even was aanzetten met mijn podcast. Want op dit moment ben ik even lekker in mijn eigen wereld. En ja, jullie zouden denken van, hè, waarom loop je rond op een natte vloer? Ik heb sokken aan, die doe ik dadelijk uit. Ja, dat is wat we gaan doen. En daarna, als ik mijn rust in mijn hoofd heb met wat ik wilde doen, dan kan ik gaan bank zitten en dan kunnen we iets gaan kijken of zo. Ja, hij is een beetje lastig. Ik heb deviled eggs gemaakt, maar hij is iets te nat. Nou ja, hè. Smaakt hij daar minder om? Nee. Oké, mooi. Ik heb lekkers gemaakt. Er komen nog gehaktballetjes bij, want dat vindt Niels lekker. Dus ik had behoefte aan. En nou gaan we even serie kijken. Ik heb ook nog muffins gemaakt. Ik weet niet hoe ze smaken, maar dat gaan we morgen wel zien. Dus dan gaan we morgen kijken. Maar voor nu, over en uit. Een hele goede morgen. Lekker happen. Jordi heeft ook. En ik ga nu voor Niels en voor mij maken. En ik heb al was aan staan. Ik heb al bedden afgehaald. Ik heb al van alles gedaan. Dus laat de zondag voor mij verder gaan voor jullie beginnen. Zo. Wat heb ik veel gedaan vandaag. Ik ben bijna door al mijn was heen. Ik heb nog één machine met, nou, twee machines met was. Die ik nog moet wassen. Ik heb bijna al mijn was bij. Ik heb de bedden verschoond. Ik heb allemaal gedaan. Gepoetst. Hierboven gepoetst. Ik heb op de kamers van de kinderen gepoetst. Ik heb de douche gepoetst. Alles gepoetst. Ik heb ook nog bezoek gehad in de tussentijd, een uurtje. Dus ja, daar ga je dan ook bij zitten. Daarna ben ik naar de winkel gegaan. En de kinderen hebben gegeten. Niels en ik eten pas wanneer de kinderen naar bed zijn. Zodat wij even kunnen uitpuffen. Het is een afspraak van mij en Niels dat we dat doen. Daarna gaan we beneden natuurlijk weer opruimen. Maar nu moet ik nog even was aanzetten en een was opvouwen. En even vast pyjama's pakken en kleding voor de kinderen voor morgen, et cetera. Zodat dat allemaal weer geregeld is. Oké, laten we even praten. Kinderen liggen op bed. Niels is het bed aan het opmaken. Ik ben eten aan het maken voor Niels en mij. We eten oma's dikke frieten, zo noemden wij dat altijd. Het zijn gewoon dan die Vlaamse frieten. Want dat eten mijn kinderen niet. Dat lusten ze niet. En ik heb rosbieflapjes. En ik had coleslaw. Amerikanische coleslaw gemaakt. Maar goed, hè, dat is wat we eten. Maar goed, hè, dat tezijde. Laten we even babbelen. Op dit moment loop ik tegen heel erg veel dingen aan. Gewoon... hier in mijn bolletje. En dat betekent ook dat ik de camera er niet heel veel bij pak. En in de zin van niet heel veel bij pak is dat ik met dingen bezig ga voor mezelf. Ik ga lichamelijk bezig met mezelf. Ik ben laatst ook bij de huisarts geweest. Maar ik ga ook hier bezig met mezelf. En ik heb mezelf beloofd dat ik 2024 beter voor mijn eigen ga zorgen. En dat gaat als gevolg gebeuren. Ik heb een afspraak voor fysiotherapie. Zodat ik met mijn lichaam aan de gang kan. In verband met mijn fibromyalgie. En dat ik zoveel dingen heb vastzitten. Ik heb natuurlijk een bril. Mijn ogen laten testen. Daar heb ik nou voor gezorgd. En ik heb een afspraak met een, in dit geval nog de praktijkpsychologe. Ik loop hier in mijn hoofd gewoon tegen zoveel dingen aan. Ik heb geen rust. Ik kan niet rustig tv kijken. Ik ben dit nu rustig aan het vertellen tegen jullie. Maar in mijn hoofd ondertussen blijft het maar malen.
S'nachts slaap ik niet denderend momenteel. Je gaat pieker de hele dag of de hele nacht. Nou, ga zomaar door. Dus ik ga daarmee aan de slag. Het kan zijn dat ik daardoor minder lange vlogs ga maken. Want ik ben gewoon heel veel in mijn hoofd bezig momenteel. En dat is niet erg. Dus ja, dat wil ik eventjes aan jullie melden. Ik blijf wel gewoon vloggen. Ik ga jullie ook gewoon nog meenemen in hoe het is om een kind met een beperking te hebben. En een stuitbal. En ja, ons Semmetje. Ga ik jullie gewoon nog in meenemen. Maar op dit moment kan het ook zijn dat ik een keer een dag oversla met vloggen. Of een halve dag. Doe ik eigenlijk wel ooit eens vaker. Maar op dit moment loop ik gewoon tegen zoveel dingen aan. En het is ook niet onbegrijpelijk dat dat zo is. Ik ben sinds de geboorte van Jordi alleen maar aan het rennen geweest. En eigenlijk nooit echt een pauzeknop ingedrukt. Nou weet ik ook niet hoe ik een pauzeknop moet indrukken. Maar daar ga ik achter komen en daar ga ik mee aan de slag. Soms is het gewoon heel goed om iets met jezelf te doen. Door middel van aan jezelf te werken. Zodat je alleen maar een nog mooier mens kan worden dan dat je in principe al bent. Want ik vind mezelf niet een slecht mens of wat dan ook. Ik vind dat ik overal heel mooi in sta. Alleen de negatieve gedachten beginnen nu in mijn hoofd af en toe. Ondanks dat ik positief probeer te blijven. Steeds meer naar voren te komen. En ik heb ook heel veel gesprekken met Niels. Met mijn ouders. Met mijn vriendinnen. Hierover. Dus ja, dat speelt gewoon heel veel. En op dit moment speelt heel veel. In mijn hoofd speelt er heel veel. Dat is het meer. Dus dat. Dat is eigenlijk wat er op dit moment aan de hand is. Dus als jullie een keer iets minder zien van mij, dan ligt dat daar. Ik heb net lekker gedoucht. Niels ligt al langs mij te slapen, maar dat ga ik nog niet op beeld leggen. Alles is gedaan, beneden is netjes, overal is netjes, alles is klaar, broodtrommels, et cetera. Alles is opgeruimd, ik heb weer een schoon huis. Ik heb morgen 2 wasjes en dan ben ik helemaal bij. Dus ik ga bij deze lekker slapen. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.